Hey, goeiedag dames en heren. Welkom weer bij Dream Team Gaming. Hartstikke mooi dat jullie langskomen, helemaal te gek. We staan weer klaar met Farming Simulator 2. Terwijl dan dames en heren, een nieuw videootje. Een klein rondleidingje, een toertje op de nieuwe map, dames en heren. Laren Gelderland is gisteravond uitgekomen. Dat was donderdag 7 maart. Donderdagavond 7 maart. Ik weet niet wanneer deze online komt precies, maar in elk geval een datum. Is deze geweldige nieuwe map uitgekomen. We hebben er al op gestreamd, ook op diezelfde avond. Kun je wel even terugkijken als je interesse hebt. We hebben ook een kleine map-tour gedaan met de trekkers rond over de map. Wat we nu gaan doen is wat anders. We gaan nu even de boerderijen bekijken die ik zo heb kunnen vinden op de map. Ik geloof dat het er 5 of 6 waren, maar we gaan er wel even bij langs. Dit is de eerste boerderij, dames en heren. Maar voordat wij rond gaan, knal jullie duimpje omhoog, toppers. Vergeet natuurlijk niet te abonneren, ook hartstikke mooi. Ik wil het niet elke keer zeggen, maar toch is het eigenlijk denk ik wel handig om af en toe een kleine herinnering te doen. Niet dat het verplicht is, maar wel hartstikke mooi natuurlijk. Goed, als je de carrière start als nieuwe boer, dan kom jij op deze boerderij terecht. Kom je eigenlijk hier te staan met slaapicoontje. Ik was even al een stukje weggevlogen. Maar dit is dus het eerste boerenerf. Mooi boerenschuur, of huis eigenlijk, boerderij. Met voor de liefhebbers een trampoline natuurlijk, detail. Ik bedenk me ineens dat ik de webcam wegdoe, dan zie je nog net iets meer van de tour in principe voor nu deze video. Ik denk dat dat alleen handig is en anders word ik het wel, doe ik het voor een keer anders. Klopt, ik ben al weg. Abracadabra, waar is hij gebleven? Ik weet het niet. Dit is dus het eerste boerderijtje met een mooi koeienstal hier zo. 12 iglootjes, een silo. Waar jij dus zaden in kunt doen of mineraalvoer, wat je zelf wilt. Je kunt de liters ook nog aanpassen eventueel. Je kunt, als het goed is, niet NN, maar dat spreekt voor zich. Hier hebben we een hoge druk. Heb ik die zelf geplaatst? Volgens mij niet. Dus die is ook standaard dan. Of iemand van mijn maatjes in de stream heeft dat gedaan. Dat zou ook nog kunnen. Deze materialen heb je niet, die heb ik zelf gekocht, zoals die maaiers en trekkers wat je straks misschien eventueel ziet. Hier een mooi slurryopslag, extra opslagje. Beetje materiaal om uit te bouwen, bij wijze van decoratie, mooi schuurtje. Past de grasmaaier net niet onder, vandaar dat wij hem ook daar hebben staan. Mooie bunkers, sleuven, silootjes. Dit hebben we weggevuld in de stream al. Dit pompje staat er niet, die heb ik zelf geplaatst. Dit is dan boerderij 1 met een stalletje. Nou ja, zeg maar stal. Koeienschuur. Gaan we even kijken hoeveel koeien erin kunnen. Hier kunnen dus 40 koeien in. Deze stal. Maar hier hebben mijn maatjes de trekkers even geparkeerd. Gewoon even omdat het kon. Ook nog mooie ruimte. In principe. Misschien is het ook wel leuk om met een klein verrijkertje of iets of voorladertje je baal in op te slaan of zo. Ja, een beetje vrije keus wat je daarmee wil met die ruimte. Deze velden heb je er dan bij. Tenminste had ik wel in de standaard carrière nieuwe boer. Hij is allemaal al gemaaid. Maar normaal is dat nog gras. Dan gaan we even verder naar de volgende. Onze beginboerderij is dus bij veldje 69 en 59. Gaan we even verder kijken, dat is de veenlaag. Gaan we hierheen, is ook nog een boerderij. Even vanaf de straat beginnen, zo. Vind ik eigenlijk wel een hele mooie ligging hebben deze. Vooral met die sleufsilo daar, voor de kuilvoer, de kaf zeg maar. Vind ik wel leuk. Waarschijnlijk ieder zijn mening erover, dat mag, is altijd leuk. En hier de boerderij. Daar toevallig ook in. Nee, dat is gewoon sier, maakt niet uit. Hier een koeienstal. Wat groter is hier weer zo'n silootje waar jij zaad of mineraalvoer in kunt doen. Hier kunnen 80 koeien in. Er zit al 2 in, ik krijg geen koeien weg ermee. Ga ik even handelen. Zijn we al bezig. Nou, een mooi aangeklede boerderij. En wat mooi is, deze boerderijen hebben over het algemeen wat ik zo al heb gezien. Geen onkruid om de boerderij heen. Misschien hadden daar een plukje, maar ja, dat is logisch. Maar het is niet zo als
bij de meeste boerderijen dat helemaal vol staat, het lijkt altijd een beetje slottig. En dat is hier eigenlijk niet het geval. Hier ook nog een oprijlaantje. Je kunt op twee manieren je boerenterrein op als je voor deze boerderij kiest. Een slurryopslag, wat iglootjes, halve hokjes, net hoe je dat noemen. Dieseltank. Deze boerderij is helemaal standaard en ik zie dat hier ook een hoge druk staat, dus het is wel standaard op de map. Dat vind ik ook erg leuk. Je kunt tenminste de boel weer schoonmaken als je klaar bent met je werk. Dit is dus boerderij nummer 2 in principe bij veld 68, 64, 53 hier in het hoekje. Dan gaan we door naar veld 16, 17 en 13 en 18 ertussen. Dat is ook een boerderijtje. Even naar het toegangspad. Oh, de snuffert in de bosjes. Naar mijn idee is dit gewoon een boerderij. Ander type huisje. Wel leuk gedaan, mooi tuintje. Een huis met een tuintje erbij. Wipwap voor de liefhebber. Terrasje. Open haartje, barbecue, waslijn. Speeltuin dingetje, speeltoestel. Met hier weer twee leuke kafsilo's. Die eigenlijk ook op de eerste boerderij staan. Eigenlijk dezelfde types. Ogendruk, spuit, een dieseltankje. Daar nog zo'n silo. Ja, daar nog een silo. Zes, niet dezelfde. Mooie opslagschuur. Mooi hoge. Dit is weer zo'n lagere versie. Hier heb je al iets meer opruimmogelijkheden. Goed, even kijken. Waar is de trigger? Hier is ook nog weer zo'n silo als het goed is. Hetzelfde zaad en mineraal. Hier. Kruiwagentje. Moet niet te veel mee willen doen. Gelukkig kan dat ook niet. Vliegen. Ah, hier zit de trigger. Dit is een stal voor 70 koeien, dames en heren. Op zich ook wel een leuke ligging. Al dat huisje ervoor aan vind ik wel leuk. Nou, een beetje naar je landerij toe waarschijnlijk als je dat beetje deze richting koopt. Goed, boerderij nummer 3 alweer. Dan weet ik niet of dit officieel een boerderij is, omdat ik geen die boom klaaptrigger heb gezien hier al. Dat is op zich niet zo heel erg. Deze kant. Maar, misschien is die wel ergens verstopt. Ik weet het niet. Maar nou ja, goed. Klaap is ook voor luie mensen, zeg ik dan altijd maar. Hè? Nou ben ik vrij lui, dus voor mij is het jammer. Kijk, hier ook niet ergens. Nee, maakt niet uit. Maar ja, ik vind hem wel meetellen als een boerenerf. Dat was nummertje 3. Hebben we bij veld. Tussen veld 1. Veld 61, veld 60 en veld 31 ook nog een leuk optrekje zitten. Kijk, dat is het dus. Die andere boerderijen hebben een huisje. Erbij staan iconen en heb deze dan niet. Misschien is het ook wel net niet helemaal dan. Maar goed, dan mag ik zelf uitvechten. Ik tel hem mee als boerderij deze keer. Gaan we nu hierheen. De boerenhoeve. Die ligt nu aan de straat. Oké, okay, wat een optrek. Dat is ruim. Paarden. Wat is het? Paardtreintje waar je met paard kunt huppelen. Uren. Gezellig. Ja, klessenbessen. Ja. Dit is boerderij nummer 4 dan. Met een giga stal lijkt het wel. Mooie kalvenverblijfjes ervoor. Daar nog een boerderij aan. Wat een ruimte heb je hier zeg. Heb hier nog je dieseltankje, weer meer hokjes, uurtje, uiteraard weer silootje voor de zaden of mineraalvoer wat je zelf wilt. Open, ja. Kijk, er is ook nog een mooie werkplaats zelfs in de schuur. Prachtig mooi. Kafsilootjes, wel kuilvoer, garagebunker, net hoe het allemaal wilt noemen. Twee van die mooie silo's zelfs, dan kun je één mineraal eventueel doen en de ander met zaad, wat je zelf wilt. Of lekker dingen, doe er helemaal niks in.
200 koeien, eenmaal andermaal stal vol. Dames en heren, wat een giga koeienstal. Moe. Ja, nou dat is ook weer een mooie boerderij. Ik vind het wel een heel mooi optrekje, mooi groot, ruim en zo. De ligging is perfect. Maar ik heb die andere boerderij gezien en dan vind ik de ligging persoonlijk weer super. Maar dat is een persoonlijke kwestie. Desondanks deze niet te min. Maar je kunt ervoor kiezen. Wat dat betreft ook heel leuk om multiplayer op te spelen eventueel. Om dan bijvoorbeeld met meerdere spelers je eigen boerderijtje te doen. Hier woont Piet, daar woont Klaas, ik noem maar wat. En jezelf natuurlijk ook ergens. Dat is ook nog een optie. Hebben wij hier ook nog een boerderij. Bij veld 96, 41, 44. Daar ook. Daar gaan we nu even heen. Wat dan? Ik ben het tel weer kwijt. 1, 2, 3, 4. We gaan eerst hierheen. Bij veld 26, 22, 23. Dat is een schapenboerderijtje. Lekker schattig. Ook nog niet vliegen. Ah, dat past in tech. Even vanaf de straat, oh daar zijn we al. Een heel schattig kleintje, alleen meer gewoon schapenweide. Je kunt er ook niks, ja, je kunt een trekkertje opslaan of zo, maar. Maar het is leuk, geinig voor de liefhebber. Ik zou hier altijd een schuurtje kunnen zetten als je dat leuk vindt of iets. Je kunt er alle kanten nog mee op. Hier kun je nog wat kwijt. Maar als je zo kijkt, het is klein. Heel schattig, maar moet je zien wat een view. Hoe mooi. Huh. Ja, heb zijn charme, 100%. Goed, dat was 5. Gaan we nu naar nummer 6. Ik vertel dat ik 8 boerderijen heb. 1, 2, 3, 4. Het is gewoon schapenweide, dus dat is officieel geen boerderij. Dit is officieel ook geen boerderij, maar meer een terreintje. Dus laten we zeggen 1, 2, 3, 4, 5, 6 officiële boerderijen waar een boerenhoeve op staat, bij wijze van waar je kunt slapen of gaan logeren. Goed, gaan we nou naar deze toe. Eigenlijk maakt het niet uit hoeveel ik elke keer tel, want ik ben toch steeds weer kwijt. Maar goed, maakt niet uit. Zeker, deze is bereikbaar vanaf het machtige zandpad. Och, wat een stal dan. Een keer mol aan. Keine. Zin het maar. Dan moet je helemaal op het zandpad. Mooi. Goed. Dat is leuk. Ik krijg een vijvertje voor thuis. Mooie genuanceerde klinkers. Leuk, leuk, leuk. Hier, heel rustig aan, Dream Team. Schuurtje waar je materiaal in kwijt kunt. Oh, rapport. Ik heb een monteur bij. Ik heb een nieuw asfalt, een klinkertje erin. Hier weer zo'nzelfde optrek als bij de beginboerderij, dames en heren. Ik heb weer wat spul in doen. Hier nog het schuurtje, hierdoor. Hoge drukreiniger verstopt. Leuk gedaan, schattig plekje. Dieseltank. En dan is dit, als het goed is, de varkensstal. Voor 250 varkens. Voersilo's neem ik aan. Ja. Vier voerdumpen. En dat is 1, 2, 3. 4 maal zo'n stal. Dus dat is een hele bubs aan varkens. Als je ze allemaal vol zult hebben. Ook deze, goed 250, dat is 500, dat zijn als het goed is. Die schrik het fout, ik ben niet zo'n super rekenaar. Maar 1000, die varkens. Nee, wel een dagtaak aan. Lekker met deze. Oh, neemt iemand zeg hier nou? Ja, een mooie schuur. Ik heb mooi wat spul in kwijt, in principe wel mooi ruim. En de lampjes ook aan, denk ik, ergens. Ja, hier zie ik een knopje. Tadaa, sfeerverlichtings. Mooi. Nou, strontopslagje. Voor extra, als de putten vol zitten, kun je het als goed is hier één doen.
neem aan dat het niet automatisch gaat. Nog nooit getest eigenlijk. Zou het nog kunnen, maar ik vermoed van niet. Beter van niet, anders is het wel heel simpel allemaal. Wat een joepel van een stal. Mooi. Nou, hier dus die schuren nog. Hier nog een mooie, wat is het, vijver. Bloot vijverachtig iets. Ik zeg helemaal mooi. Ja. Ik heb prima. Goed, gaan we gauw door. We hebben er zin in. Lekker. Oh, eerst even opslaan. Hier zijn we ook nog niet geweest, dacht ik. Nee. Oeh, ik wou hem om, maar ik kan niet. Zo met kopting daar. Kijken. Hier is de toegangsstraat. Maar dat is eigenlijk gewoon doodlopend. Dit is eigenlijk... Vanaf hier kom je dan eigenlijk je boeren erf al op. Een heel mooi eigen pad. Dan vlak bij die... Ja, dan vlak bij de andere boerderij, ja. Die. Daar moeten we nog heen trouwens. Ja. Goed, ik ben weer veel te veel afgeleid. Daar heb ik wel vaker last van. Is niet erg. Ik ben er trots op. Het overkomt je. Hier mooi boerderijtje. Boerenboerderijtje, ja. Nou ja. Hier weer een varkensstal, geloof ik dan, voor 200 of hier deze zelf voor 300 varkens. 300 varkens naar Beirut. Mestbak. Oftewel, zoals we hem noemen, mesthoop. Dieseltank. Mooi schuurtje. Werktafeltje. Dat zie je. Klein maar fijn. Dat kan ik het eigenlijk wel rustig zeggen. Hier kan ik mijn spullen kwijt. Ook lampjes. Mooi. Zo. Goed. Overal al standaard ook mooie lantaarns geplaatst. Nog niet getest als ze werken. Kan ik straks nog eventueel doen. Maar. Een andere keer. En dan komen we als het goed is aan bij de laatste. Ben ik toch even benieuwd. Ga ik tellen. Nog één keer dames en heren. Sorry. 1. 2. 3. 4. Bij de 6 boerderijen waar je dus zo, als het geregistreerd staat als boerenhoeven, zeg maar. Met een slaaptrigger en noem maar op waar je kunt spannen. Dat bedoel ik eigenlijk. En dan nog 2 leuke extra opties waar je eventueel nog wat op kunt doen. Als de bijen eventueel ook nog kunnen. In deze boerderij heb je bijvoorbeeld dat schapenweidetje erbij koopt. Hier je spul opslaan en bla bla. Spreek voor zich mezelf invullen. Toegangsstraat hier, de hoofdstraat eigenlijk. Nee, hoofdstraat, maar de gemeentestraat, laat het zo noemen. En dan ga je hier boerenterrein op, waslijntje. Week zo lekker de week. Mooie bloembak. Mooie deco, hier wel een beetje onkruid. Lekker variatie, maar niet overdreven. Dan hebben we hier een koeienstal. 140 koeien, liefst. Oeh. Ogendrukje. Houden van een schone business. Hou ik ook wel van. Schattig schuurtje. Dieseltankje. Overkappingje daarnaast nog eventueel voor wat spul. Wat hebben we hier? Decoratiescuurtje. Leuk, leuk, leuk. Ja. Hier kun je nog wat rotzooi verstoppen eigenlijk. Noem ik dat meestal. 1, 2, 3, 4 silagebunkers. Kuilvoer, kaf en dat soort spul. Uiteindelijk waar je erin gooit wordt toch kuilvoer na een poosje. Even kijken. 2 van die silo's waar je dus zaad of mineraalvoer in kunt doen. Melktank. En zoals je het al ziet, kalven pakken. Is decoratie. Je hebt er een mod voor, kun je ze geloof ik nog vervangen. Je er echt kalver in doen. Want dat is wat je zelf dan wilt. Maar ook dames en heren, kijk eens hoe gedetailleerd mooi de ligging is eigenlijk. Misschien ben ik wel de enige die het zo gaaf vindt hoor. Dat is ook misschien persoonlijk allemaal. Wat natuurlijk niet erg is. Maar dames en heren, wat prachtig. En die straatjes. Kijk eens in met die straat. Hoe mooi kant. Wat hoger als de rest. Je gaat zo flops eraf, zeg maar. Dat is mooi. Goed, heb ik nog één ding wat niet met de boerderij te doen heeft. Dat is dan
hier, even hier langs. Eerst bij denk ik, nee deze. Maakt niet uit, ga hier wel heen. Pakken we kaart erin bij, dat ik weet welke kant ik op ga. Gisteren dan in de stream ook gehad. Over dit zandpad heen. Dan kom je op deze mooie kruising bij veld 41, 27 en 33, 42. Een kruisingje met zandpaden en een bankje met... Middenmaak, laat zien. Niet. Ja. Ik heb wel gehoord dat Janssens laat zo overleden. Nee. Ja, ik hoe werd hij daar dan? Ja, ik laat ze echt in de krant lezen. Zo spontaan, hè? Dat doet me echt wel wat. Ja. Ja, hij nog niet was gehoord. Wat dan? Ja, nee, gewoon dat ze er overleden was. Nee, een buurman van jou niet. Ja, vroeger, hè. Ik woon nu hier een tijdje, maar dat was wel voor een buurman. Hè. Toen nog in het dorp zelf woon. Al lang niet meer gesproken, maar nu ook al niet meer gesproken. Nee, ik heb mijn buurman ook al lang niet meer gesproken. En sprak hem laatst weer in mijn zee. Ja? Wat zei je dan? Een paling van anderhalf meter, zo waardig te doen. Een paling van anderhalf meter? O ja. Nou, ik geloof nooit dat ik laatst een tweede gevonden. No. Gewoon tanken, ik zo uit de grond gegaan, niet normaal. Wat? Ja, maar gewoon laatst wilden we een vijver in zo'n neerzet. Nou, ik is mooi toch. Hij heeft heel wat anders de boerderij hier. Maar het heeft toch zes charmes, hè? Leuk gedaan, leuk detail. En eigenlijk is het ook nog zo verzinnend maar om dat toe te voegen. Hè? Dat is wel mooi. Ik hou er wel van, het is wel leuk gedaan. Ik wist het eerst ook niet uit, ik kreeg het in de stream als tip. Dat ik daar eens moest gaan kijken. Blij dat ik het gedaan heb. Machtig mooi. Stream kun je altijd nog een keer terugkijken als je dat zou willen natuurlijk. Staat op het kanaal. Goed, zijn wij hier bij deze boerderij. En dan hebben we het eigenlijk gehad, de boerderijen. Dat is wat ik in deze video als doel had om door te nemen. Om nou map tour te doen. Hier achteraan in dezelfde video zeg maar. Dat gaat veel te lang duren, want moet je eens kijken wat een... gigantische map. Ik had het in de stream al gedaan, een stukje gereden en zo. Ik denk, nou zijn we zo'n keer rond, maar dat is toch echt niet hetgeen wat waar is. Want dat heeft lang geduurd en we zijn nog niet eens overal geweest. Toen hebben wij besloten om maar lekker te gaan beunen, zijn gras maaien en zo. Toch nog wat te doen, wat leuks. Maar goed, dat doet er niet toe. Machtige mooie boerderij vind ik zelf. Complimenten nogmaals aan de maker ook van deze map. Dus helemaal top. En je kunt hem eventueel ook beoordelen in de modhub in de game. Mocht je hem wat credits willen geven. En dan een beetje een eigen mening natuurlijk. Het mooiste zou zijn 5. Maar als jij denkt 3, dan moet je 3 doen. Daar ben ik niet voor. Dus dat is allemaal eigen beslissing, dames en heren. Hij zal het vast waarderen, of hun. Het team, laat ik het zo zeggen. Verder rijden ze allemaal verkooppuntjes wel. Productiepunten. Biogas. Zagerij. Verder zie ik zo gauw niet wat. Wel. 1. 2. 3. Verkooppunten, 4. Ja, 4 verkooppunten bij wijze van. Ik zag hier camping staan. Moet toch even kijken, ben heel nieuwsgierig. Kijk eens. Ach, dat had ik nog niet eens gezien. Bijna 3-8 zit de camping. De glamping. Glamorous camping. Oh, mooi hé. Oh, dat is dus. Toch heel mooi dat ik hierheen. Kijk eens. 8 uur de tent. En speelt een leuk wind. Goed, dat doet er nou niet toe, maar het is wel heel mooi gedaan dit. Mooie camping op de camping van Laren. Laren, Gelderland, dames en heren.
Goed, hebben jullie nog interesse in een maptour langs de landerijen en allemaal dat soort dingen? Laat het even weten dan in de reacties onder deze video. Ja, op via die manier weet ik dan dat jullie daar wel interesse in hebben. Dan wil ik dat eventueel gaan doen. Moet ik even kijken hoe ik dat precies doe, maar dat komt wel goed. Moet niet te lang gaan duren dan, maar dat is vast te regelen. En even laten weten wat jullie zo van de map vinden, van de boerderijen op dit gebied dan. De ligging, allemaal dat soort dingen. Wat je van de map eventueel vindt, als je hem zelf al hebt bekeken. Als dit interessant was, misschien ik wel van alles vergeten, het zou kunnen. Maar laat het even weten, kan ik weer van leren. En dan samen worden we steeds beter, hè? Zo is het ook. Ik ben nooit te oud om te leren, dames en heren. En dan hoop ik dat jullie veel plezier hebben. En een beetje wat weten welke boerderij jullie willen hebben. Ik kan nog een keer de kaart pakken en uitleggen waar. 69-59, beginnersboerderij. Dan heb je bij 68-65-64 nog een boerderij. Bij Rettekatet 61, nummer 1, nummer 60 en nummer 31 nog een boerderij. Veldje 96-44-41 ook nog een boerderij. Veldje 46-43-42 nog een boerderij. En bij 86-84-88 en wederom 43 ook nog een boerderij. Nou heb ik geloof ik de informatie wel gegeven. Kom ik alles wel een beetje netjes laten zien ook. Wat er staat en hoe het erbij staat. Noem maar op. Dus dames en heren, ik doe hem de camera weer aan. Daar ben ik. Goeiedag, mooi. Dat was schrikken. Ik snap het. Maar het is even niet anders. Ik wil jullie bedanken voor het kijken. Veel plezier wensen als jullie op deze map gespeeld. Ik zelf persoonlijk heb al heel veel plezier eraan. Ben blij dat hij er is. Ik ga zo natuurlijk ook weer lekker verder. Ja hoor, dat hoef je niet achteraan. Dat is garantie. En dan een duimpje omhoog, hè. Vergeet dat niet. Wat zin is je gewaardeerd. Niet verpleeg, wel mooi. En natuurlijk voor die... Hetzelfde geldt natuurlijk voor die rode knop. En spraakgebrek erbij hier. Op de redorie. Kun je ook zo helemaal klikken naar de wild. Niet verpleeg, maar ik kan het wel enorm waarderen. En net als mijn bonusmaatjes ook natuurlijk. En dan misschien tot snel in de vervolgvideo's of livestreams, dames en heren. En bij deze nog een fijne dag, ochtend, avond, middag, nacht. Wanneer je hem ook bekijkt. En... blijf gezond, tot de volgende keer. Dikke duim op voor jullie uiteraard. Goed gaan, rustig aan doen. Bye bye, zwaai zwaai. En tot de volgende ronde. Yo, appetjoe. Later.